ik vond de expeditie echt fantastisch leuk. Ik heb ook gekeken bij het archief Leeft. Echt fantastisch mooi gemaakt. Een hele toegankelijke manier om het archief, de functie ervan, duidelijk te maken aan bezoekers. Ik was echt heel enthousiast. Nou, die voorstelling is fantastisch. Ik was meestal onder de indruk van die 3D-animaties die bij de introductie te zien was. Daar legden ze uit wat een archief eigenlijk was. Wat heel veel mensen natuurlijk niet weten. En dat ging aan de hand van een hele animatievoorstelling. En dat was echt heel indrukwekkend. Niet eens poppetjes die je met beamen waarschijnlijk techniek ziet lopen op bureaus. En uit prullenbakken ziet komen, uit boeken ziet komen. Ja, dat had ik niet verwacht. Interactief ook, dus niet alleen maar statische schilderijen, maar ook met video, muziek, dingen die je kon vastpakken. Meer dan geweldig, heel erg leerzaam. Ik vond het ontzettend leuk de wijze waarop iedereen bezig is geweest om het visueel te maken. En ik denk dat het niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen bijzonder aantrekkelijk is om op deze manier kennis te maken met de geschiedenis van Utrecht. Ontzettend leuk is dat om door de stad te fietsen en je ziet driedimensionaal zeg maar Utrecht, de fietsstad aan je voorbij gaan. En ik denk dat het iets nieuws heeft toegevoegd. Wat ik nu hier zie, heb ik zeg maar in andere musea nog niet gezien. Indrukwekkend, mooi, technisch ook heel mooi zit hier in elkaar. Ik vind het ook heel mooi en overzichtelijk. En ik vind het heel leuk om te zien dat vooral vrouwen zoals Anne-Maria van Schuurman, de eerste vrouwelijke studenten, Belle van Zuilen, dat die ook in terugkomen. Top!